Ja, dames en heren, ook namens de OBA wil ik u van harte welkom heten hier bij de opening van de expositie Bier in Beeld en de presentatie straks van de gelijknamige brochure. Beide zien er prachtig uit en vormen een doorbraak omdat het voor het eerst is dat biseksuelen zo openhartig aan het woord en in beeld komen over hun geaardheid. En de brochure en de expositie geven levendige voorbeelden van de diversiteit van biseksuelen. En daarmee past deze expositie en de presentatie van deze brochure natuurlijk helemaal hier in de OBA. Want wij zijn immers een vrij plek van informatie en ontmoeting voor iedereen, zonder welk onderscheid dan ook in leeftijd, ras of seksuele geaardheid. En dat was ook precies een van de redenen waarom Ilia graag bij ons is ingetrokken. Ja. Nou, zo ziet dus een biseksueel eruit, begrijp ik. U bent een echte biseksueel. Ik ben absoluut een echte biseksueel en ik ben natuurlijk absoluut representatief voor alle biseksuelen in Nederland. Nou, nee, zo is het niet. We hebben hier op de tentoonstelling een prachtige hoeveelheid portretten van allemaal biseksuelen die allemaal heel erg verschillen van elkaar. Zowel uiterlijk, maar zeker ook qua levenswijze en hoe zij hun biseksualiteit beleven. Je bent monogaam, dat is een heel loffelijk iets natuurlijk, maar wel graag een derde erbij. Ja, klopt. Leg dat eens uit, want je staat hier in een openbaar gebouw, de OBA in Amsterdam, met een mooi portret. Daar bedoel ik mee van dat ik open sta seksueel voor meerdere. Meerdere mannen? Of vrouwen. Of vrouwen. Of gecombineerd. Ja, want je hebt een relatie? Een monogame relatie, ja. Momenteel heb ik een relatie. Met een mevrouw? Was met een vrouw, nu met een man. Dus je hebt een relatie, ja, maak het heel ingewikkeld. Je hebt nu een relatie met een meneer. Man, ja. Maar daar zou eventueel nog af en toe, of hoe dan ook, een mevrouw bij kunnen aanschuiven. Ja. En daarvoor had je een relatie met een mevrouw? Ja. En daar is af en toe man bij aangeschoven. Want hoe bi ben je dan? Want als je nu een relatie met een man hebt, dan zou ik zeggen, je bent een... Gewoon homoseksueel? Nee. Nee, dat zie ik niet zo, nee. Ja, nou ja, zo zie ik het. Leg me dan uit wat het verschil is. Ik kijk meer naar de persoon, niet naar het geslacht. En dat kan dus ene keer een vrouw zijn. Ik heb 3 keer relatie met een vrouw gehad en nu is toevallig een man. Maar dat zou zo ook over een x-tijd weer kunnen een veranderen? Een vrouw kunnen zijn, ja. Klopt. Zeg, is dat nou echt zo'n onderwerp dat je zegt van nou, dat is toch nog wel een moeilijk iets, dat bies zijn? Ja. Ja, ik merk toch wel dat er veel mensen niet uit durven te komen ervoor. En ook veel wordt gediscrimineerd. Ja, op je werk bijvoorbeeld, je collega's weten het, dat nee, je dan nee, is... nog niet. Nou ja, vanaf nu wel natuurlijk. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Vooralsnog vind ik het heel moedig dat 13 dappere mensen zich voor deze brochure en deze expositie hebben laten portretteren. Want hoe tolerant we in Nederland ook zijn of denken te zijn, en hoezeer we in bepaalde opzichten ook voorop lopen in vergelijking met andere landen, ook bij ons gaat de emancipatie van homo's, lesbiennes, transgenders en biseksuelen nog steeds niet vanzelf. In sommige kringen moeten mensen er nog steeds aan wennen dat het net zo normaal is om hetero te zijn als om niet hetero te zijn. Of dat je zelf bepaalt hoe je je genderidentiteit uit. En jonge mensen kunnen nog een hele lange en ook pijnlijke aanloop nodig hebben voordat ze hun coming-out aandurven. Om jongeren meer kennis, begrip en tolerantie over gender en seksuele diversiteit bij te brengen, wordt het binnenkort verplicht op alle scholen om dit thema aan de orde te stellen. En ik denk dat het belangrijk is voor de seksuele weerbaarheid, een veilig schoolklimaat, tolerantie en respect op school. Met name voor jongeren die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, want zij ervaren vaak onvoldoende veiligheid, tolerantie en acceptatie in hun schoolomgeving. Nederland is hiermee overigens een van de eerste landen ter wereld waar seksualiteit en seksuele diversiteit verplichte aandacht krijgt binnen het onderwijs. Maar met wetten alleen komen we er niet, daar ben ik echt zeer van overtuigd. Het gaat ook om een cultuur- en een mentaliteitsverandering. Om samen verantwoordelijk te zijn voor een maatschappij die om kan gaan met verschillen tussen mensen. Waarin een open en veilig klimaat heerst om te zijn wie je bent. Persoonlijke verhalen of herkenbare rolmodellen kunnen mensen helpen om voor zichzelf en hun seksuele identiteit op te komen. En ik hoop dan ook van harte dat de verhalen van deze expositie en deze brochure andere bies herkenbaarheid zullen bieden. En dat ze de moed en inspiratie geven om op te gaan staan en
daadwerkelijk te gaan staan voor wie je bent en wat je voelt. In alle openheid. Dat hoop ik van harte. Bedankt en ik ga nu graag over tot de formule. Officieel opening. Namelijk 1, 2, 3. We hebben elkaar al eerder mogen ontmoeten in het kader van de Noedels. Transgender radioprogramma. Was dat bij de MVS Radio? Ja, ik zit al over je heen te kijken hier naar dat ondertitel. Ja, er staat de biseksueel. Ik heb zelf ook nog niet de tekst gelezen, maar het komt wel uit mijn mond. Dus het klopt wel. Ja, ben je nou de biseksueel of de transgender? Maar wordt het voor mij wel heel ingewikkeld. Ah joh, dat is toch helemaal niet ingewikkeld. Transgenders kunnen biseksueel zijn en homoseksueel en lesbisch en hetero. Nee, maar dat verhelpt. En aseksueel. En Q. En queer. Zeker. Ja. Queer vind ik een beter label eigenlijk. Dus het was eerst ook een beetje lastig voor mij om te zeggen van oké, ik doe mee aan de brochure. Maar het is toch heel belangrijk, denk ik. Zichtbaarheid. Ja, is belangrijk. Jazeker. Want is er een hoop onzichtbaarheid? Van biseksuelen wel. En je hoort het eigenlijk alleen maar terloops dat het bestaat. Als je jong bent op school, bij voorlichtingen of zo. En daarna nooit meer echt duidelijk. Dus het feit dat dit ook een optie kan zijn, dat wordt ontzettend ondergeschoffeld, vind ik. En hoe reageert je omgeving erop? Niet. Je zichtbaarheid. Je bent onzichtbaar. Nou, van mij weet iedereen al jaren dat ik biseksueel ben. Ik ben ook een van de mensen die in het bestuur heeft gezeten van het landelijk netwerk biseksualiteit. En de eerste Europese biconferentie. En ik heb het eerste Nederlandse bi-logo ontworpen. En nog een mooie speldje waar mensen mee lopen hier, is het uit jouw hand? Ja, dat speldje is een Möbiusring. Dat is een wiskundige, continue figuur, die dus niet binair is. En dat heb ik in dat ontwerp uit laten komen. Hoe bijzonder is dit nou vandaag hier in Amsterdam? Nou, ik denk wel dat in de media en ook in allerlei clubs bi's wel erg achter worden gesteld. Je hoort veel meer over homoseksuelen, over lesbiennes, je kan het zo gek niet bedenken. Transseksuelen zelfs. En bi's zijn eigenlijk erg onzichtbaar. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik weet niet. Ik denk toch dat gevoeliger ligt. Ik denk ook dat heel veel mensen daar moeite mee hebben. Die denken dan van die eten van twee walletjes en zo. Ja, het is een gevoel wat je kunt hebben. En ik vind het fantastisch dat daar nu eindelijk een keer aandacht voor komt. Een brochure. Zeker. Was het nodig? Het is absoluut ook noodzakelijk. Want uit bijvoorbeeld het laatste onderzoek wat het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft gedaan, blijkt wel dat heel veel biseksuelen in de kast zitten. Maar ook dat er ontzettend veel biseksuelen wel zijn in Nederland. Heel veel mensen die hebben ofwel ervaringen of een biseksuele identiteit of fantaseren wel over seks met zowel mannen als vrouwen of iets wat daartussenin zit. Dus zij schatten dat in ieder geval iets van 6% van de mannen en 15% van de vrouwen je zou kunnen identificeren als biseksueel. En hieruit kunnen we in ieder geval vaststellen dat die groep biseksuele mensen in ieder geval zeker zo groot is als die groep homoseksuele en lesbische mensen. En toch is er wel echt beduidend veel minder aandacht voor biseksualiteit, zowel in het beleid als in de media als in onderzoek. Het gangbare denkbeeld over seksuele voorkeur is, dat gaat uit van twee categorieën. Je bent homo of hetero. En nu sta je model voor de biseksuele vrouw. Ja. Hoe staat dat? Daar sta ik niet model voor, dat ben ik gewoon. Dus. Ik hoorde net van een van de voormannen dat wel 10% van de mensen bi is. Ik hoorde ook al laatst dat er 10% homo is. Dus waarschijnlijk. Ik weet niet of dat zo is, maar ik kan me voorstellen dat er in ieder geval mensen zijn die dan biseksuele gevoelens hebben. Maar of ze dan ook hun relatie zo vormgeven, dat denk ik dan weer niet. Heb jij het ook meegemaakt in je leven, zo'n bi-moment? Ja, zeker weten. Ik ben heel vaak op vrouwen verliefd geweest. En mijn allerbeste maatje is nog steeds mijn eerste grote vriendin Ineke. En elke zaterdagochtend bellen we met elkaar. Dus die moment heb ik zeker gehad. Een biseksueel is een twijfelaar. En dat is ook een beetje raar dan. Dat is ook een raar iets. Absoluut. Nee, een biseksueel is helemaal geen twijfelaar. Een biseksueel hoeft ook helemaal niet te kiezen. Een biseksueel heeft juist het enorm grote voordeel dat hij de mogelijkheid heeft om zowel op mannen, vrouwen of iets ertussenin te vallen. Oké, tenslotte, de minister, die heeft ook belangstelling voor de brochure getoond. Althans, zij neemt hem in ontvangst. Hoe belangrijk is dat voor jullie organisatie?
Dat is voor onze organisatie heel erg belangrijk. Het is de eerste keer, of tenminste voor de biseksuelen in Nederland is dat in ieder geval heel erg belangrijk. Want het is de eerste keer dat de minister zo expliciet zich zal uitspreken over biseksualiteit. En de plek van biseksualiteit in het emancipatiebeleid van het ministerie. Een deel van de biseksuele mensen wil graag monogaam leven leiden. Maar een deel heeft die wens ook niet. En in Nederland is het toch de norm om wel monogaam te zijn en een vaste relatie te hebben met één partner. Dus hoe ga je daar dan, als je zelf dat wel of niet wil, hoe ga je daar dan met je partner mee om? Ben je daar openlijk over of ben je daar niet openlijk over? En, we zullen later ook wel zien dat heel veel biseksuele mensen dus niet openlijk zijn aan de eigen partner ook. En het, waarschijnlijk omdat het gewoon onbegrip of spanning kan opleveren binnen je eigen relatie. Dan hebben we het echt over je eigen partner.